Show. Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder. Dames en heren, een hele goede morgen. Goed dat je er bent. Het is alweer de tijd voor de Quick Business Boost. Dat is wat ik iedere dag deze week en volgende week voor je aan het doen ben. Ondanks mijn afwezigheid, ondanks een korte vakantieperiode. Om je iedere dag om 10 uur hier te helpen. Om meer boost te geven, om meer energie te geven. Meer passion en purpose en potential aan je te geven. Dus welkom hier. Fantastisch dat je er bent. We hebben het hier de hele week over hoe zorg je dat je goed lanceert. Hoe zorg je nou dat je daadwerkelijk meer impact en invloed creëert. Maar de ultimate business boost, daar gaat het over. En deze week is natuurlijk Summer Sales Festival met het ultieme Business Launch Mastery thuisstudiecursus. Ter waarde van €697. Dat we alleen maar deze week, tot en met zondag, is het voor maar €17 ex-BTW. Check it out, www.dailybusinessboost.com. Zorg dat je het gaat halen, want ik gun het je. Ik gun je lancering. Ik gun je fantastische lancering. Want vandaag ga ik het hebben over de volgende blunder. De volgende meest gemaakte fout. En dat is echt iets wat ik continu zie. En dat is soort van ondernemers eigen, hoe zal ik dat zeggen? Maar het is jammer, weet je? Want weet je, hoe weet ik al bij voorbaat wanneer een lancering gedoemd is te mislukken? Ik kan dat meteen zien. Oké? En nu komt het. Hoe kan ik het zien? Wanneer ik hetzelfde expert verschillende nieuwe producten zie aanprijzen. Continu. De experts in de komkommertijd, zogenaamde komkommertijd, meestal in de zomer, dan zijn ze alleen maar continu aanwezig met verschillende producten. Want wat, weet je wat ze dan doen? Ze verpesten daarmee hun credits en geloofwaardigheid in hun community. Dan weet ik ook dat de lanceringen never nooit iets zouden doen. Want het heeft geen enkele focus. Want ze zijn eigenwijs en ze denken, oh, dit is komkommertijd, dus je kan van alles nog wat. De ene keer is het een pen, de andere keer is het een challenge, de andere keer is het een kaart, de andere keer is het een boekje. I don't know wat ze doen. Maar dat is zo jammer. Ze zijn eigenwijs, ze zijn koppig en ze vergeten dat er een succesformule is, jongens. Je kunt niet zonder focus te hebben succesvol worden. Midden in de lancering zie ik mensen dan, terwijl ze een videotraining aan lancering zijn, zie ik ze dan hun volgende online training gaan promoten. Dat kan niet. Je hebt een volgorde te maken. Je hebt stappenplan te maken. Er is echt een hele duidelijke volgorde voor een goede lancering, oké? Ga de volgorde niet door elkaar gooien. De template bestaat heel simpel. Uit 5 stappen. Oké, die kan je in de thuisstudiecursus gaan checken. Het staat uit 5 fases. Alles heeft een functie, alles heeft een trigger, waar ook alles bepaalde functies in zijn verwerkt. Het is niet handig om ze door elkaar te gooien, oké? Pas als je 3 grote lanceringen hebt gedaan, als je weet hoe de fases zijn, als je weet wat je moet doen, dan pas ga je aanpassen. Ga niet meteen, oh Aramiek, ik ga maar wat lanceren, iets doen. Dat is zo zonde, oké? Het is handig als je mijn succesmethode gaat aanpassen. Het is handig als je daadwerkelijk gaat kijken, wat werkt nou echt? Nou, dat weet ik. Ik heb al meer dan 100 lanceringen zelf gedaan. Mijn laatste lancering was samen met Eva Brouwer. Ik heb haar geholpen om haar boek te gaan lanceren. Op nummer 1 te gaan zetten, dames en heren. Ik weet niet of je Eva Brouwer kent, maar het is best een grote expert. Haar boek is door heel veel mensen gekocht. We hebben het samen met haar gelanceerd. En weet je wat we gedaan hebben? We hebben echt deze template van Business Mastery, Business Launch Mastery erbij gepakt. Er zit een werkboek, er zit een planning bij. Dat is exact wat we hebben gedaan. Want lanceren is niet verkopen, oké? Dat moet je weten. Je moet de psychologie van de mensheid weten. Dat werkt op drives, dat werkt op mental triggers. En daarnaast, let op, een mental trigger is never nooit een leugen, trucje of een of andere marketing tool. Mental trigger is iets wat mensen natuurlijk hebben als reactie. Dat zijn reflexen. Oké? Als ik zeg, je moet leren lanceren, is echt vanuit integriteit, vanuit welwillendheid. Het is niet een reden om mensen te manipuleren om iets te gaan verkopen. Ik haat verkopen, dus ik hoop dat je dat weet. En hier komt hij ook, 5 belangrijkste fases van de lancering. Het is echt, als je geen focus hebt op je lanceringgedeelte, als je niet de 15 mental triggers erbij gaat houden, zoals ik ze uitleg in de cursus, dan heb je een probleem. Maar dat is wat ik je heel graag van af wil helpen, beschermen, zodat je daadwerkelijk stap voor stap voor
stap gaat doen met volledige focus. Niet de ene week je boekje gaan lanceren, volgende week je pen, de andere week je kaarten en de andere week je telefoon. Dat gaat niet helpen. Er is geen succes zonder laser sharpe focus. Oké, dat is toch iets waar ondernemers aan moeten gaan werken. Maar tijdens de lanceringen nog veel meer. Oké, dus als je gaat lanceren, zorg dat je maar één focus hebt. Of je nou mijn thuisstudie koopt of niet, of je whatever dat je van me gaat leren of niet, maar leer dit. Zonder laser sharp focus heb je geen succesvolle lancering. Ik hoop dat je dat weet, oké? Dat is in ieder geval mijn purpose deze week. En again, ik zei het al, Summerfest Festival is begonnen. Je kunt nu via www.dailybusinessboost.com kan je de thuisstudie gaan kopen. Al de blunders voorkomen en zorg ervoor dat je daadwerkelijk gaat lanceren. Voor minder dan 2 tientjes. En wat is tegenwoordig 2 tientjes? Geen idee. Kun je gewoon meedoen via www.dailybusinessboost.com. Want dan heb je de Business Launch Mastery met 5 video's, werkboek, templates. Plus al deze video's die ik deze week voor je in petto heb, die worden ook toegevoegd aan de thuisstudie cursus. Echt een no-brainer. En dat is wat ik heb geprobeerd te doen. Dus ik hoop je bij de thuisstudie te verwelkomen. Ik hoop dat je het gaat halen. Want dan kan je echt daadwerkelijk aan de gang met je lancering. Alright? Yeah. The blessing of the day. The blessing of the day. 62 prachtig mooie kaarten van Chantal. Chantal heeft een hele mooie summer sale deal voor je deze week. In plaats van €59 zijn deze kaarten voor €24, even uit mijn hoofd. Check mixmediafan.nl, dan kan je deze kaarten halen. En ik pak deze kaart. Let's see, wat is de kaart? Ah, die is mooi. Die is mooi. Never ever underestimate the importance of having fun. Wie zegt dat? Randy Posh. Dankjewel, Randy. Never ever underestimate the importance of having fun. Yes, have fun with it. Heb focus en have fun with it. Anyways, dames en heren. Dit zijn de snelle, knallende business. Wat is de quick business boost die ik iedere dag voor je heb aankomende 2 weken. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het luisteren. Laat me hieronder weten wat je van deze uitzending en training vond. Deel deze uitzending met je vrienden, met je collega ondernemers. Laat ze ook leren hoe ze moeten gaan lanceren. Ik word er altijd blij van. En al je comments lees ik nog steeds in mijn vakantie. Zal ik erop reageren. Dus zeg niet, oh, het is opgenomen. Het is niet live. Nee, laat je comment hierachter. Ik ben heel erg benieuwd. Ik help je graag. En graag tot over een aantal dagen. 9 augustus ben ik weer live. Zie ik je graag. Maar tot dan, op jouw succes en heel veel plezier deze week. See you later, amigos. En tot morgen. Later. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Tot morgen om 10 uur. See you later, dames en heren. Later.